Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb heerlijk geslapen. En vandaag ga ik jullie meenemen naar België. Ik weet zeker dat jullie het heel erg leuk gaan vinden, want ik was laatst op vakantie. En toen waren we bij hem op bezoek en ook bij zijn vriendin. En dat was super gezellig, ontzettend genoten. En de hele familie is gewoon echt een vibe. En daar gaan we met z'n tweeën vandaag heen. Het is eigenlijk een beetje begonnen omdat Maiwen daarheen gaat voor haar haar. En omdat het zo lang rijden is en omdat wij graag dingen samen doen, hadden we zoiets van, nou, dan ga ik wel mee. En dan ga ik meteen maar eventjes chillen. Precies. Dus dat is de planning vandaag. We hebben de hele auto nog vol zitten van gisteren. Want gisteren gingen we naar de Velstort, maar was hij dicht een uur al eerder vanwege het warme weer. Dus nu dachten we, weet je, dan gaan we meteen om 8:30 in de ochtend alles even lozen. Precies. En dan kunnen we daarna meteen doorrijden naar het mooie België. Zijn we zo in één keer twee keer in de week in België. Ja, het is net België, hè? Ja, het is net België. Ja. Het is echt net over de grens. Ja. Dus, nou, ik heb heel erg veel zin en wordt vast hartstikke gezellig weer. En, zoals oma ook altijd doet. Hé, hey, lekkere bolletjes mee. Heb ik even lekkere bolletjes gesmeerd. Heerlijk hoor, wat zit erop? Voor jou, wat denk je? Chocopasta. Ja, tuurlijk. Voor mij, wat denk je? Ik denk hagelslag. Klopt helemaal. Juist. Klopt als een bus. We kennen elkaar gelukkig goed genoeg. Ja. Ja, soms vind ik hartig ook wel lekker in de zin van kaas. Maar als je het meteen gaat eten en het wordt niet helemaal zo plakkerig, die hagelslag, dan vind ik het wel lekker. Nou, de allerlekkerste eigenlijk aan die bolletjes is als ze helemaal zo plat geduwd zijn als een dubbeltje. Ja, klopt. Want dat deed oma altijd. Ja, maar dan past er meer in een zakje. Juist. Dus zat oma op de aanrecht om zo, ja, zo keihard zo die bolletjes zo te drukken. Ik zeg, wat ben je aan het doen? Ja, dan past er meer in het zakje. Ja. Ja, er zaten zo drie van die dubbelgevouwen bolletjes zo in zo'n zakje. Ja, echt. Zo fijn was dat. Ik moet binnenkort weer even open oma, want die zijn weer thuis. Dat is wel echt heel, ja, klopt, gaan we sowieso doen. Ja, ik ben veel met opa aan het appen, dat is echt super gezellig. Oh, dat is nice. Alleen dat is iets wat echt een core memory van mij is. En dat laat maar gewoon weer zien dat als ik kijk naar mijn jeugd, zeg maar, naar mijn verleden, dat er echt wel een paar hele mooie dingen zijn die ik dan herinner. En sowieso een van die dingen die ik heel erg koester is dus gewoon serieus het op vakantie gaan en dan serieus de kadetjes eten van oma. Ja. Dat is gewoon een herinnering wat me zo blij maakt. Dat hoort er gewoon bij. Dat is gewoon de herinnering. Dat is gewoon fantastisch. Ja. Dat is zo mooi. En het is zoiets kleins eigenlijk. En ze doet het nog steeds. Als we gaan zeer de boel heeft ze ook altijd weer bolletjes. Nog steeds. Ja. Nog steeds als ze erheen gaan. En dat is zo mooi aan zulke herinneringen. Dat je daar, klopt, een beetje emotioneel van. Oh. Nee, maar dat is echt mooi hoor. Ja. Dat is echt van die dingetjes dat je denkt van, ja, ik heb ook zoveel vette dingen gedaan in mijn jeugd verder. Qua andere dingen. Maar dit is echt zo eentje dat ik denk, wow, die is zo nice. Ja. Ja, echt fijn gevoel bij. Ja, lief. Dus dat is wel echt super schattig. Nou, zoals jullie zien, zijn we nog steeds heel erg druk bezig met de weg hier. Dat gaat ook nog wel even duren. Ja, dat gaat ook nog even duren. Maar ook al moeilijk zeggen. Sorry, pardon. Goedemorgen. Tot september zou het duren als het goed is. En het is nu september. Tot en met september, toch? Tot en met september. Dus ik denk ergens halverwege of eind september. Het zou nog 3 weken kunnen duren in ieder geval. Ja, maar ja, dan hebben we wel echt zo'n... Ja, maar wij gaan eind september ook weg. Dus dan hebben we waarschijnlijk het einde niet gezien. En als we dan terugkomen met de camper, dan gaan we in één keer zien hoe glad dat asfalt is. Yeah, super nice. Ja, dat is echt top dit. Wow! Wow, wow, wow! Wat dacht je? Lekker bolletje? Nou, jij ook anders, hè? We hebben ze allebei lekker opgegeten, dames en heren. Die proppen we aan de zijkant van de auto en die ruimen we later op als we ergens een keertje stilstaan. Zo, wat denk je ervan? Die is gewoon aan het gras maaien. Wow, wat een dikke unit, gek. Niet normaal. Gewoon die hele berm. Ja, gewoon die hele zijkant. Ja. Dat gaat echt heel erg nice. Hoor, dat doet hij echt smooth, hè? Die hele zijkant hier zo. Ja, kijk hoe hij dat doet. Lijkt net een beetje die stofzuiger, die Nunu van Teletubbies. Ja, mooi. Wow, je ziet dat gras erin gaan. Hoe fijn is dat, dat je dat gras gewoon erin ziet gaan.
Nou, even kijken wat hij ervan maakt. Keurig. Oh, oh, dicht, 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 dicht. Er komt allemaal shit vanaf nog. Anders hebben we de hele auto eronder zitten. Maar jij gaat... oh, even zwaaien. Jij gaat naar de kapper, schat. Ik ga naar de kapper. Ja, daarom ga ik dus mee. Jij gaat afspreken met Dorentina. Ja, naar de kapper van Dorentina. Ja, en wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren? Wow, yo, yo. Dikke machine, hoor. Wat gaat gebeuren? Ja, heel veel volgens mij. Sowieso mijn haar weer een beetje hierboven de uitgroei een beetje geverfd. Doe je opskeer hier zo? Ja, is goed. Maar je ziet het, zullen we wel zien aan het einde van de dag. Ja, hoe lang denk je bezig te zijn? Ja, echt heel lang. Serieus? Ja. Gewoon een hele dag met je haar? Verwacht ik wel, ja. Oh my god. Maar ja, jij hebt lekker... Wow, wat een dikke beveiligingscamera. Yo. Maar ja, ik ga lekker chillen dan. Ja, met hebt lekker een andere planning. Dus op zich voelt het waarschijnlijk niet zo lang voor jou. Nee, het zal voor mij niet lang duren. Maar oh jeetje, gewoon de hele dag bij de kapper. Ja, daarom heb ik ook maar gewoon lekkere sportlegging aangedaan. En jouw t-shirt. Gewoon lekker chill outfitje. Ik ben wel echt heel erg benieuwd hoor. Dus voor de mensen die benieuwd zijn. Aan het eind van de vlog gaan jullie ergens zien wat het resultaat is van Mayon en de kappersessie. Ja. Ik heb mijn kussen meegenomen. Uiteindelijk niet meer geslapen. Maar ik heb nu een adres gekregen. Daar ga ik heen. En Mayon zetten we hier af. Of nee, die zet zichzelf dan af. Wow, dit vind ik ook echt een mooie auto. Dit is een Honda, of niet? Check hoe deze eruit ziet. Ik vind hem wel nice hoor. Het is gewoon een soort van normale auto, maar ook weer niet. Gewoon een dikke spoiler. Gruwelijk. Ja, dat vond ik vet. Ja, dat vond ik vet. Waar zijn we eigenlijk? In Heerlen. Heerlen? Ja. Dit is waar we zijn op het moment. Het is dus redelijk dicht bij de grens, zoals jullie zien, van Duitsland. Vol! Zo, dan ga ik uitstappen. Doe je? Doei schatje, veel plezier. Dankjewel. Bye. Have fun. Dat is altijd een ding, hè. Kusje geven met zo'n pet naar voren is niet handig. Nee. Meestal heb ik mijn pet naar achter en dan kan je vet makkelijk zo'n kusje geven. Maar ja, nu heb ik ook vaak met knuffels. Als ik een knuffel geef, dan kom ik zo met mijn pet ergens tegenaan en dan... Stom! Maar autorijden met die pet achteruit is ook heel irritant. Ja, dat is dus de reden waarom ik hem steeds vaker naar voren heb. Want als ik de pet naar achter heb, dan kom ik tegen die hoofdleun aan. En nu kan ik gewoon lekker zo chill zitten. Snap ik. Oké, bye! Veel plezier! Zo. What? Ik dacht dat ik er al was in de buurt. Ik moet gewoon nog 32 minuten rijden vanaf hier. Wee, yo. Zo, dan zijn we gewoon bijna 3 uur onderweg geweest. Ja, goed. Met muziek kom je overal, dames en heren. Volgens mij is het hier, want hij had gezegd dat hij de poort had opengedaan. Sowieso is het hier. Sowieso is het hier. Kijk, ik zet hem er precies voor. Perfect. We zijn er, dames en heren. Let's go. Ik heb al zin om even mijn benen te strekken. Dat was nice. Oké, laat meteen maar eventjes in de reacties achter, dames en heren. Welke vinden jullie vetter? Qua kleur. De rode of de blauwe. Weet je wat eigenlijk het stomme is? Is dat de lievelingskleur van Mayon is letterlijk deze kleur. En mijn lievelingskleur is dit. Dus we hebben het tegenovergestelde. Maar goed, we gaan gewoon via de voorkant toch, lijkt me. Wel echt een sikke woning, hoor. Damn. Ziet er echt nice uit. Heel erg mooi. Hij heeft gewoon echt een lijpe ingang met die Romeinse palen zo. Ziet er heel vet uit. Wow, hoe bel je hier aan? Wajo. What the fuck? Dit is de voordeur. Wajo. Die hond wordt helemaal gek. Straks valt die hond me in één keer aan. Hey! Wajo. Wajo. Ik dacht misschien een dikke waakhond. Hey! Hey, rustig maar, rustig maar. Hallo, hallo, hallo. Ja, hallo. We zijn binnen, dames en heren. Dorentina die deed open, dus die heb ik even gedag gezegd. Alleen die had er zoontje op de arm. En die doen we verder niet op beeld, dus vandaar. Maar ik ben binnen en meteen word ik al geconfronteerd met deze platen. Moet je eens even kijken. Ongelooflijk, ziet er wel heel erg vet uit. En dan de piano hier zo. En een kleine piano van Adriaan. Echt super schattig. Echt heel erg nice. En ja, de rest van het huis heb ik eigenlijk nog helemaal niet gezien. Want ik ging zitten en ik kreeg meteen wat lekkers aangeboden. Ik heb het net niet helemaal opgekregen. Maar dat was wel echt super lekker. Ik had havermout gekregen, dus echt super lief. En ja, dit is de rest van het huis. Oh joh, dit is wel nice dat het zo'n groot dak is. Oh ja, dit is bij Costa trouwens. Hallo mensen, we zijn er weer. Eigenlijk. We zijn samen. Let's go. We zijn er weer, twee maanden later of zo. Ja, moest er ook van komen. Ja, we hadden sowieso al gezegd, als we weer terug zijn in Nederland, dan gaan we sowieso chillen. Ja, klopt. Dus daar zijn we. En je hebt je bioscoop, bro. Daar ben ik benieuwd naar. Dit is het enige
enige waar wat van mij is in dit huis. Van de Valentina. Oké. Okay. Dit is mijn plekje. Check eens eventjes. Ja. Dit is wel nice hoor. Ik doe voor het tapijt wel even mijn schoen uit. Check dan. Wow, yo, dit is wel echt nice hoor. Wow, je hoort het ook meteen. Als ik dit geluid. Kan deze dicht doen en dan ben je echt geïsoleerd, zeg maar. Maar dit heel is echt nice. Mijn rustmomentje elke avond. En wat is nou de dikste film van de afgelopen tijd die je hebt gekeken? Of ben je van de series? Series. Ik ben wel meer... Mijn nummer 1 serie, moet ik wel even gezegd hebben, is Vikings. Ja? Moeten mensen gewoon echt kijken. Vikings. Ja. Dus, heb je het gekeken? Ja, ik heb het gekeken. Met Ragnar en Floki. Floki, ja. Dat is echt mijn nummer 1 serie. Maar we kijken ook wel films. Alleen, ik vind films nu, sinds ik heel veel series kijk, vind ik films te snel afgelopen of zo. Ja, snap ik. Ja, dat duurt meestal 2 uur en dan is het voorbij. Dan is het hele verhaal is geweest. En met een serie, ja, Marion en ik hebben net Breaking Bad gekeken. Daar kom ik dus niet doorheen. Ja, snap ik. Ja, seizoen 1 moet je even doorheen knallen. Dat is altijd zo. Dat staat ook overal. Dus seizoen 1 moet je doorheen komen. Maar daarna heb je wel iets van 6 seizoenen of zo. Maar dit is nice, man. Dit is echt, toch? Ja. Dit was altijd mijn droom. Altijd echt clean. Van, ik moet ooit een huis hebben en dan moet ik gewoon een soort van thuisbioscoop bouwen. Dat is echt vet. En het ziet er heel duur uit eigenlijk, maar eigenlijk is het het niet. Het is alleen meer de decoratie die het, zeg maar, die kun je zo duur maken als je wilt. Ja. Maar in principe heb je gewoon zo'n scherm nodig en een beamer. En dan ben je klaar. En dan ben je klaar. En dan, ja, de decoratie daaromheen, die kussentjes in de muren en zo, die waren wel wat duurder. Maar dat hoeft in principe niet. Nee, precies. Dus en wat is nou je vaste plek dan? Links. Ja! Weet meteen, links. Ja, ik zit links, hier Dorentina rechts. Weet je waar ik dan niet tegen zou kunnen? Dat je niet in het midden zit. Nee, ja, dat heb ik dus niet. Daar heb ik nooit over nagedacht. Maar we hebben wel gewoon, we zitten meestal 1 of 2 uurtjes dan apart. En dan bij de tweede aflevering, derde aflevering, dan komt Dorentina meestal bij mij. Nou, dat zou ik heel erg hebben. Dat je dan hier het scherm hebt. Ja, en moet dat je echt in het midden? Ja, ik wil echt altijd in het midden eigenlijk. Als je naar de bioscoop gaat, ga je ook in het midden. Ja. Ja, altijd. Ik ging altijd naar de zijkant. Serieus? Ja. Maar dan kijk je schuin naar het scherm. Ja, maar ik vind het midden altijd, tenminste in een bioscoop, alsof dan iedereen om je heen... Dat is gezellig, toch? Ja, ik weet niet. Als ik een reservering doe voor filmkijken in de bioscoop, is altijd in het midden. Is nog nooit aan de zijkant geweest. Maar dit is wel nice. En dit is een speciale bank of zo? Of is dit... Dit is gewoon... Dit is zo gestofzuigd. Ja, dat heeft Dorentina zo gestofzuigd. Zij is echt van de details. Ik denk al. Nu zit ik het te verpesten eigenlijk. Kijk, als je 1 keer gaat zitten, dan is het alweer weg. Ja, precies. En dan zeg ik Dorentina tegen mij... Ja, waarom ben je nou daar gaan zitten? Ik zeg, ja, voor wat is dat? Het is toch om te zitten? De kleine kruipt hier. Hé, hey Adriaan. Ja, dit is zijn routine hier. Hé, hey Adriaan. Gaat hij over die tafel heen. Lekker op de PlayStation. Kijk, zo zijn achterkant kan wel. Ja, dat kan wel. Lekker op de PlayStation, hè Adriaan? Ik heb een shirtje aan vandaag. Ja, Albanië shirtje. Ja, ja, let's go. Ik heb nog getwijfeld om hem aan te doen. Maar ik dacht, misschien is het een beetje too much. Dus ja. Ja, mooi man. En PlayStation 5, zit je daar wel zo? Nee, zoals je ziet is die niet aangesloten. Oh, serieus niet? Oké. Okay. Oh nee, je kan hem gewoon zo pakken inderdaad. Je bent gewoon aan het flexen met het ding. Nee, ik gamede wel veel vroeger. Maar ik moet eerlijk bekennen, als ik ga gamen, word ik snel verslaafd. En dan ga ik de hele nacht doorgamen en verpest ik mijn ritme. Ja, precies. En dan gaat het mis bij mij. Dus ik game bewust niet meer. En ik denk, nu ik vader ben, ik heb mijn zoontje en mijn vrouw. Als ik thuis ben, na werk, dan gaat mijn tijd liever naar hun dan naar een spel. Ja. Want als ik thuis kom en ik heb de hele dag gewerkt en ik ga dan ook nog eens gamen de hele dag, dan voel ik me echt een egoïst. Ja. Terwijl mijn zoontje hier rondkruipt. Dus ja, ik heb bewust gekozen om niet te gamen. Maar ik heb hem wel en ik hoop als Adriaan dadelijk 6 of zo, wanneer kan je gaan gamen? Hey Adriaan. Dat we samen kunnen gamen. Ja, echt hè, dan wel ja. Maar dan is waarschijnlijk PlayStation 8 al. Ja, echt hè. En hij paste niet in dat korfje. Dus ik heb daar zeg maar die beamer en alles gezet. Ah, je wil anders de PlayStation daar ook in hebben. Ja, anders heb je zo'n kabel lopen. Oh ja. Natuurlijk, ik snap hem. Ja, dit is in ieder geval de bioscoop. Dit is wel echt, echt super nice. En dit is eigenlijk een beetje zo'n ruimte als Koso hier heeft. Is eigenlijk een beetje de ruimte die wij hebben gecreëerd thuis met de kelder, met de pooltafel en zo. Daar hebben we echt die hele grote bank staan. En geen beamer, maar wel een grote tv. Ja. Maar die beamer is wel echt nice hoor. Het ziet er gewoon vet uit op zo'n scherm. Het is wel echt, echt dik. Dit is echt nice. Thank you.
wat je sowieso altijd bij een piano moet doen is gewoon... En zelfs bij de kleine. Oh. Dat moet ik met één vinger doen, denk ik. Weet je waar ik altijd aan moet denken? Als ik 101 bar zie, Cosso en Dorantina. Dan is altijd, en daar hebben meerdere mensen... Nee, maar serieus. Cosso, Cosso, Cosso. Ja, ja. Maar dat kan ook zo shy, denk ik. Ik weet het niet. Hij zei dat ook altijd. Ja, ik weet niet. Dat is gewoon zo'n catchy dingetje. Cosso, 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 kan jij zien? Cosso, 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 kan jij zien? Besef, Dorantina was toen pas 3 jaar in Nederland of zo. Ja, bizar. Toen gingen ze gewoon bij 101 bars in het Nederlands. Ja, dat is wel echt nice hoor. Want waar is dit precies van dan? Die 50 miljoen streams? Ja, Dorantina heeft... Toen had ze 50 miljoen streams in totaliteit gehaald. Dus met verschillende tracks. En ik 100 miljoen, maar ik zit nu op 150 miljoen. Dus eigenlijk moeten we weer aanpassen. Even upgraden. Ja, en zij zit volgens mij nu op 80 of 90 miljoen streams. Maar we kregen dit toen gewoon omdat jij hebt gewoon in totaliteit zoveel streams behaald. Dat is wel echt dik hoor. Waar ben je het meest trots op dan in je muziek? Ja, ik denk toch wel de albums met Dorantina. Ja? Gewoon als koppel zijnde dat we zoveel impact hadden gemaakt in Nederland. En ook dat heel veel mensen eerst dachten van... Wat de fuck gaan hun nu doen met z'n tweeën? Want het was ongekend, zeg maar. Ja, want dat is wel sick, ja. Want bij 101 Bars, ik kijk dat al echt zo ongelooflijk lang. Alle sessies en zo. En Cosso die was er toen met zijn vriendin, met Dorantina. En dat was de eerste keer toch dat een rapper of een artiest zijn vrouw meenam, toch? Ja, was de allereerste koppel bij 101 Bars. Ja, allereerste koppel bij 101 Bars. En die ging toen meteen viral. Ja, het was zo bij 101, zeg maar, als je als vrouw zijnde daar komt... Je kan het maken of je gaat gebroken naar huis, zeg maar. Dus het is vrouwen die bij 101 Bars komen, krijgen normaal heel veel haat. En toen de tijd zei ik tegen Dorantina van... Of het gaat lukken, of we gaan echt... de grond ingeboord worden. Het is één van de twee. Ja. Dus of we gaan viraal, we gaan het echt maken... Of het is einde carrière als we dit doen. Ja. En zij zeiden gewoon van... ja, let's go, laat het gewoon proberen. Dus ik eerst keek ze van... Wat wil je nou allemaal gaan doen? En ik zei van, ik geloof er gewoon in. Ja. Toen heb ik Rotjoch een berichtje gestuurd. Maar Dorantina had toen de tijd alleen maar van die liefdesliedjes. Wel in het Nederlands of? Ja, Nederlands, ja. Ja. Dus ik stuurde naar Rotjoch van, hey, ik heb een idee. Ik wil met mijn vrouw samenkomen als koppel, wat denk je? En toen zei Rotjoch van, ja, weet je, ik geloof meteen wat je zegt. Ik vertrouw op jou. Hij zegt, ik weet niet wat jouw vrouw gaat doen. Maar ik vertrouw op jou dat je wel weet wat je aan het doen bent. Ja. En toen deden we die sessie. En is de meest bekeken sessie dat jaar. Dus ik denk dat het toen 2020 was. Dat was de meest bekeken 101 bar sessie van 2020 ook. Ja, echt hard. Dus het ging helemaal viraal. En toen kwam ons album uit. Het was nice. Het was een droom. Ja, dat was echt... al die positieve reacties. Tuurlijk heb je ook af en toe wel wat haatreacties. Ja, ja. Maar al die positiviteit die we kregen, toen dacht ik van... Yes, het is wel gelukt. Ja, ja, super vet hoor. Ja, mogen jullie echt trots op zijn. Het is ook echt een hele mooie foto van Cosso. Nee, Dorantina staat er echt super mooi op. Ja, ja. Het is echt een heel erg mooi plaatje, letterlijk. Ja, dat is onze eerste gouden plaat samen. Dus daar ben ik ook wel trots op. Maar kilometers. Ja, die ja. Ja. Je boy heeft het ook geluisterd. Ja, ik ben ook één van die streams, dames en heren. Eén van die streams, daar sta ik ook tussen. Dus hij is ook een gedeelte van mij. Klein stukje. Eigenlijk wel. Ja, nee, super nice, man. Mag je echt trots op zijn. Die zijn ook al, ben ik ook al trots op die van 101 Bars. Ja, maar ik zat deze net te checken dus. En deze vind ik echt heel erg tof ook. Even kijken, deze wintersessie 2020. Dat is dus die ene. Die ging viraal. Ja, en daarna, de jaar daarna... Cosso en Dorantina wintersessie 2021. Maar dat krijg je alleen dus als je 1 miljoen views binnen 1 maand behaalt. Ja, op 101. Op 101. Dus ja, je had eentje met Rambo, dat was echt waar je mee een beetje begon, toch? 2013, ja. Ja. Dat is echt lang geleden. Dat is echt lang geleden. Was ik 17. Ja, echt sick. Jongen, ja, verschil is dat wel. Ongelooflijk. Ja, echt een jochie zonder toekomst die niet wist wat hij allemaal ging doen, maar deed gewoon rappen en... Precies. We zagen het wel. En nu heeft hij een piano waar hij niet op kan spelen. Voor de show. Ik wil wel dat mijn zoontje straks een beetje kan... Ja, daarom die kleine ook natuurlijk, toch? Ja, en een Lamborghini Urus ook in het klein dan maar. Ja, keihard. Echt geniaal. Vet. Het is altijd leuk om bij andere mensen langs te komen en te kijken hoe zij verder de hele inrichting hebben en zo. Dus dat is wel echt super mooi. Het is weer een hele andere stijl dan Marion en ik hebben. Maar dat is alleen maar tof om een beetje eventueel weer inspiratie op te doen. Maar die bioscoopruimte hier, daar ben ik echt wel jaloers op hoor. Dat is echt heel erg nice gefixt. Het is echt inderdaad compleet je eigen plekje. En je merkt het ook echt heel erg aan geluid. En die beamer is zo ongelooflijk scherp. We hadden net even een klein stukje gezien van de film 300.
Zieke film. Die scène. Dus is Sparta. Dat is echt een vet stukje van de film. Maar die film is al oud uit 2006. Maar het is nog wel eentje die echt goed is. Die ga ik samen met Marion ook nog even kijken. Want ik denk dat zij die nog niet heeft gezien. Ja, voor de rest, de tuin ziet er ook zo ontzettend nice uit. De keuken schijnt dus gerapt te zijn. Ziet er ook wel gewoon clean uit. Dus ja, en de tuin is gewoon echt nice. Die is echt gewoon groot. En nu met het lekkere weer is het echt een prachtig plaatje. Is echt niet normaal. Check dan. Echt heel erg mooi. En daar in het midden allemaal van die rozen. Lekker speelveldje voor Adriaan. Ziet er super nice uit. Echt een kast van een huis. Ongelooflijk. Heel erg nice. We gaan eens even lekker op pad. Let's go. Stap ik bij jou in of jij bij mij? Wat jij wilt. Maakt me echt niet uit. Mijn auto heeft iets minder kilometers. Oh, dus dan gaan we met die van mij. Dan denk ik van laat jou er staan. Oh, dat maakt echt niet uit. Dat maakt echt niet uit. Ja, mijne staat meteen bij de uitgang. Nee, geen probleem. We gaan voor die 200.000, hè, dames en heren. Let's go. Dat is best wel snel mogelijk. We pakken juist die van mij, zodat we die 200.000 gaan halen. Kosso is zo eerlijk, hè? Hij is zo oprecht. En dat vind ik wel mooi, want ik zei tegen hem, want hij liet me even rondleiding zien. Want hij zei, wil je trouwens zien waar ik alles heb en verkoop en noem alles maar op. En ik zei, tuurlijk, ik ben gewoon geïnteresseerd. Dus laat me maar even zien hoe en wat. Dus, want Kosso, voor de mensen die niet weten, die verkoopt de supplementen. Zo zijn er meerdere mensen. Kosso is de een van die spulletjes verkoopt daar in die genre. Nu heb ik het even gezien. Hierachter, aangezien ik zelf natuurlijk knolpower kleding heb en kleding verkoop, is het voor mij ook gewoon leuk en interessant om te zien hoe Kosso dan, oftewel Albert, hoe hij alles voor elkaar heeft. Dus hierachter zie je allemaal voorraad en daarachter inpaktafel en allemaal dozen al ingekocht voor alle bestellingen. Dus het is leuk om dit eventjes te checken en dit te zien. Maar voordat ik ging filmen, vroeg ik van, mag ik even alles filmen, is dat oké? En hij zegt, ja, maar ik heb je niks verplicht, hè. Je hoeft van mij niks te filmen. Ik wil het gewoon even laten zien, als jij dat oké vindt. Dus dat is wel super lief. Maar ik vind het ook gewoon leuk om even aan jullie te laten zien. Dus dit is het pand waar hij alles voor gebruikt. En ik krijg even een goodie bag mee. Myron die gebruikt ook altijd eiwitten, proteïne, creatine. Eventjes niet, maar misschien binnenkort weer. Dus ik krijg er even een goodie bag mee. Dus dat is wel... Mag niet met lege handen naar huis gaan. Dankjewel, dankjewel. Dus dat wordt gewaardeerd. Dus dit was even nice om te zien. We gaan nu naar de sportschool van Kosso. Gaan we even kijken hoe het er daaraan toe gaat. Hij is wel echt boom. Hij is clean, hè? Ja, man. Als de zon erop schijnt. Ja, maar dat is echt heel anders meteen met de auto. Als de zon erop schijnt, dan super nice. Dankjewel. Hoi. Als het zo warm weer is, dames en heren, wat haal je dan? Een ijsje natuurlijk. Maar wat voor ijsje? Check wat hij heeft gehad. Ik heb een rare combinatie. Ja, we krijgen ten eerste 3 lepeltjes erbij, omdat die snel afbreken. Albert die krijgt 4 lepeltjes erbij, want ze hebben natuurlijk zijn spieren gezien. En ze denken, die breekt nog sneller af. En ik vroeg of ze een hoorntje hadden, maar dat kon wel. Maar het ijsje is zo zacht, de bolletjes, dat een hoorntje eigenlijk niet handig is. Maar als je een hoorntje erbij wil, dan krijg je dat zo. Bro, dit is de raarste bestelling die ik ooit heb gedaan. Oké, maar goed. Ik dacht dat we juist van het plastic troep af wilden, maar... Dit is karton, toch? We hebben met z'n tweeën hebben 7 lepeltjes. Goed, laten we even zitten, man. Dus ik heb lekker even een bolletje met citroen, een bolletje met cookies. We gaan even lekker ijsje naar binnen werken. Albert, neem ons mee. Waar gaan we heen nu? We gaan nu naar Enzo's grootste nachtmerrie. Nee, weet je wat het is? Weet je wat het is nu met sporten bij mij, mensen? Ik heb jullie al verteld, of tenminste, ik had laatst een reactie geplaatst. Dat is deze reactie. Die had ik geplaatst. En ik geef jullie heel even de tijd om te lezen. Heel eventjes. Hallo! Ja, tuurlijk. Zou ik een selfie maken? Hi. Hoe oud ben jij? 13. Mag ik eens vasthouden wat je in je hand hebt? Ja. Is dat een vape? Ja. Oké, nou, die geef ik niet meer terug. Het is vandaag. Oh, hoe oud ben jij? 14. Oké, nou daar houden we hem. Nee! Doe hem maar! Nee! Doe hem maar! Kijk eens aan. Had je dat tientje nog? Nee. Ja? Mag die? Nee. Koop er maar iets anders voor, maar geen vape, oké? Nee, ik moet mijn vape echt teruggeven. Nee, die ga ik niet teruggeven. Nee, wel. Ik spring in die auto aan. Nee, waarom? Maar waarom vape je? Teruggeven. Maar hoe duur was die vape? 10 euro. Hier, 10 euro. Nee, ik moet die vape echt teruggeven. Nee, maar koop er iets anders voor. Nee, ik moet die vape echt teruggeven. Je kan zoveel. Koop voor iedereen even een ijsje, doe iets leuks. Dat heb ik vaak gezien. Nee, je moet niet vapen. Ja, maar... Dat is echt slecht, man. Ik heb ook gerookt, maar niet toen ik 14 was. Ja, maar ik moet die vape echt teruggeven. Nee, maar dat hoeft niet. Maar waarom vape je? Ja, gewoon, ik heb mijn nicotine nodig. Nee, maar je bent 14. Ja. Dit is niet nodig. Neem alsjeblieft de 10 euro. Nee, ik moet echt... Waarom is jullie eigenlijk een nut? Oké.
Nou, ik wil geen dief zijn, alsjeblieft. Dankjewel. Maar please, je schiet er niks meer op, hè? Nee, voor het zou ik stoppen. Mooie maken. Jullie niet beginnen met vapen, hè? Nee. Jullie zien er allemaal veel te goed en gezond uit. Doe dat. Kijk, mijn vader nog. Wie dan? Met de Mercedes, met de videoclip. Witte Mercedes. Hoe heb jij een Mercedes gehuurd voor een videoclip van zijn vader? Vroeger moest ik huren. Hey, fijne dag, hè. Fijn weekend. Oké. Doei. Ik wil met iedereen een afspraak maken. Dankjewel voor het leven. Jammer man, het was een mooie intentie. Ik wil voor iedereen die dit kijkt en die onder de 16 is en die vaped, please stop ermee. En als je wil gaan stoppen en je komt mij tegen, kom naar mij toe, geef me je vape, ik geef je een tientje. Ja. 100%. Ik ruil al jullie vapes ruidelijk in voor een tientje. Als je me ziet, geef me je vape, ik geef je een tientje. Ik vond het mooi wat je deed man, echt. Jammer dat ze dat niet accepteerden. Je ziet ook steeds vaker op het nieuws dat het zo slecht voor je is. En eigenlijk schijnt het zo te zijn. En dat is iets wat ik ook gewoon heb gelezen en heb meegekregen. Dat ze weten eigenlijk geen eens precies wat het is. Wat vapen nou precies met je doet. Dat is ook ziek eigenlijk. Op lange termijn eigenlijk. Er zit niet eens tabak in en er komt zoveel rook uit. Het is elektrisch. Ja, elektra. Heel veel alarmbellen. Laat ik het zo zeggen. Klopt gewoon niet. Kun je beter? Ja, nee. Ik heb het geprobeerd. Meisjes 14, andere meisjes 13. Jammer. Ja, ik wil ook niet degene zijn die gewoon letterlijk dat ding van haar jat en dat ze straks beeldmateriaal heeft die ze geeft aan de politie waarin ik zelf film dat ik dat ding van haar jat. Daar heb ik mijn eigen beeldmateriaal opgenomen. Ben ik getuige van. Ik lever zelf bewijsmateriaal aan dat ik de vape jat. Ik denk zelfs dat de politie en de rechter zou zeggen, want dat heb je goed gedaan. Oh, nou, wie weet. Anyways, ik heb de laatste tijd sowieso ben ik wat sneller moe en heb ik best wel wat moeite om energie te vinden. Ik weet niet waardoor dat komt. Misschien is dat een periode, misschien is dat een fase. Ik probeer mijn leven zo goed mogelijk in te delen, zodat ik zo min mogelijk stress heb en wel gewoon genoeg kan doen. Ook voor het bedrijf, alles wat ik eromheen heb. Maar ja, misschien zit ik gewoon even in een fase van dat ik wat moeilijk mijn energie kan vinden. Maar goed, daarom heb ik zo eventjes van, oké, sporten zet ik heel eventjes opzij. Maar misschien is het ook wel zo dat juist als ik ga sporten, dat ik weer meer energie krijg. Dus ik zit even een beetje te spelen met hoe en wat. Maar dat had ik ook tegen Albert gezegd. En daarom zei Albert ook van, ja, de gym is nou niet echt de plek waar echt zo om staat te springen. Dus nou ja, goed. Zal ik even voor jullie reffen? Ja, reffen! Reffen! Wow. Heel schaam, hè? Volgende keer tientje aannemen. Doei! Volgende keer als je hem geeft, krijg je 50 euro, ja? Is goed. Okay. Dan wel, hè? Dan wel. Hey, doei! Nou goed, in ieder geval worden we leuk ontvangen in Limburg. Ja, leuk zeker accentje, weten. Hè? Ja, zeker weten. Ja, dit is gewoon weer zo'n plek waar ik niet zo vaak kom. Maar als ik kom, dan is dat wel leuk. Maar goed, waar gaan we heen? We gaan naar je sportschool. Ja, we gaan naar de sportschool. Dat is hier letterlijk nog 2 minuten. Dus we zijn er bijna. Oké. Okay. En waarom heb jij een sportschool eigenlijk? Dat is altijd mijn droom. Het is echt... Deze sportschool, hier ben ik ook begonnen met trainen. Ik heb het natuurlijk al heel vaak aan mijn volgers verteld. Maar toen ik 13 was, heb ik me hier ingeschreven. En mijn vader traint hier nu al meer dan 25 jaar, mijn moeder ook. Yeah. En mijn moeder heeft ook gepoetst hier. Dus vroeger, weet je, asielzoekerscentrum, geen diploma's. Mijn moeder ging poetsen bij mensen thuis en op een gegeven moment mocht ze ook in de sportschool poetsen. Yeah. Daar kreeg ze voor betaald. Als het goed is, staat ze nu gewoon daar achter de balie als eigenaar, eigenaresse. Ik noem haar altijd van, jij bent de eigenaar. Ook al staat het zeg maar allemaal op mijn naam en zo, maar ik heb altijd gezegd van, dit is van ons samen allemaal. Ja, dat is wel mooi. Dus zij staat er nu. Ik vind het heel mooi om te vertellen van, ja, mijn moeder heeft hier vroeger gepoetst voor de oude eigenaar. Ja. En nu is ze daar de eigenaresse eigenlijk. Ja. Ja. Ik heb altijd ook tegen de oude eigenaar gezegd van, als jullie het ooit verkopen, dan wil ik het echt als eerste weten. En als ik het dan kan kopen, dan wil ik het graag hebben. Dat is gelukt. Ja, dat is gelukt. Ja, super nice. Ze hadden eigenlijk gezegd 2025. Dus ik was helemaal een beetje een plan aan het maken. Hoe ga ik het geld zeg maar klaar hebben in 2025? En ineens in 2022 zeiden ze van, ja, we willen nu stoppen per direct. Kun je het overnemen, anders gaat het op internet. Ik zeg, nee, niet op internet zetten. Want ik fix het wel op een of andere manier. Toen heb ik alle auto's die ik toen de tijd had, supercars, heb ik toen verkocht. Ja, uit mijn BV wat geld gehaald. Ja, want dat weet ik nog wel. Dat jij... je had ergens op je Instagram of iets had je geplaatst van ik ga mijn supercar wegdoen en dit is alleen maar iets voor de investering voor de toekomst. Ja, dus dacht ik al, wat gaat hij doen? Maar dat was dus de sportschool. Ja, naast de sportschool is ook een huis. En dat huis hebben we dan ook gekocht voor onze ouders. Ja. Dus dat hoorde bij elkaar. Dus het is een sportschool en een huis in één. Ja, en mijn ouders woonden nog in een huurhuis. En nu wonen ze zeg maar in dat huis gratis. Dus dat was ook wel een van de redenen waarom ik het heel graag wilde hebben. Omdat ik dan ook gewoon een mooi huis voor
mijn ouders kon kopen. Ja, en dan hoefden ze geen huur meer te betalen. Dat is een eigen plekje. Het is ook gewoon gelijkvloers. Dus mochten ze ooit oud worden en niet meer de trappen op kunnen lopen, dan hoeft dat ook niet meer. Dus overal over nagedacht. Ja, ja. En dit is eigenlijk is dit een vlog waarin ik vooraf heb betaald gekregen van Costco om te vertellen hoe goed Costco is voor deze wereld. Nee, gekheid, nee, geitje. Je moet het perfect, maar ik probeer wel gewoon goed te doen. Nee, het is mooi. Wat je zegt, wat je hebt gedaan, wat je doet. Ik bedoel, we hebben elkaar gemiet in Kosovo. En ik merk dat je bent echt een familieman. Je zorgt voor je familie. En daar kan ik alleen maar respect voor hebben. Dus dat waardeer ik echt enorm. Ja, weet je, we doen allemaal wel eens iets doms. En iedereen heeft zijn goede en slechte kanten. Iedereen heeft zijn rugzak, zeg ik altijd. Ja, ja. Sommigen hebben koffers. Ja, in de zin van koffers aan ellende, koffers van vervelende jeugd. Een rugzakje qua vervelende jeugd zou ook kunnen. Ja. Iedereen heeft zo zijn struggles op zijn eigen manier. Maar wat je hebt bereikt en wat je hebt gedaan en de investeringen en zo, ik vind dat knap. Ik heb er alleen maar respect voor. Dus daarom gaan we nu even kijken, want ik ben wel benieuwd. Dus we hebben Kosovo's huis gezien, we hebben zijn bedrijf gezien. En dat was wel even een snelle scoop van zijn bedrijf, want het is nog niet af. Hij is een paar maanden geleden is hij verhuisd. Dus vandaar dat ik niet alles ging inzoomen, zeg maar, omdat nog niet alles is af. Dus dan gaan we later vast wel een keertje weer terug. En we gaan nu naar je sportschool. Ja, hier is het. Maar we gaan wel even bank drukken, toch? Dat vind ik echt mijn favoriete oefening. Daar. Hier rechts? Ja. Hier is het. Het heet Fitness Planet XL. Nog wel. Naam is veranderd. Okay. We moeten het nog naar buiten brengen, zeg maar. Ah, oké. Okay. Maar het was ook voor de mensen. Het was helemaal niet de bedoeling dat ik vandaag een hele rondleiding ging geven. Maar het gebeurt gewoon. Ja, niet dat ik hier mezelf zit te verkopen. Nee, ik snap het. Geen probleem. Nou ja, ik vlog gewoon mijn leven. En jij doet je ding. Dus we gaan het is gewoon, ook echt warm vandaag. Dus eigenlijk wilden we vandaag niet heel veel doen. Ja, we hebben ook wel echt eventjes 2 uur gewoon bij jou thuis gezeten, niks gedaan, lekker genoten van de airco. En we zijn aan het wachten gewoon op onze vrouwen, tot ze klaar zijn met hun kapsels. Ja, Marion en Dorentina, ik ben benieuwd hoe ze eruit zien vanavond. Ja, toch? Oké, nou laten we hier de auto neerzetten. Hoppakee. Nice man, ik ben benieuwd. Kun je ze een foto maken of niet? Heb je abonnement op zijn sportschool? Nee, dat niet, maar weet dan gaan we ook niet op de foto. We gaan naar binnen, man. We gaan naar binnen. Ja, nee. Nee, gek, hè. Zo, daar gaan we dan. Welkom, welkom. Hoppakee. Je kan hier ook boksen en zo. Ja, we geven ook bokslessen en zo. Wow, dat is wel echt nice. Het is niet alleen fitness. Dus... Wow, wie is die boy dan? Ja, weet ik niet. Check dan. Hij heeft het even ingericht met zichzelf. Hij gaat zo op YouTube zetten. Hij is verder niet vol van zichzelf, maar ik zie alleen maar Costo. Dat heeft mijn moeder gedaan. Ik zei dat tegen mijn moeder van, dit is oké. Okay. Dat is zeg maar mijn... Jouw tijdlijn. Mijn tijdlijn, zeg maar. Ja. En toen zei ik van, die moeten weg hier. Maar mama zei, nee, die gaan ook hier. Oké, we gaan even de bokzaal kijken. Wow, dit is wel groot, man. Ziet er wel echt nice uit. Ja, dus we hebben het overgenomen dus met klantenbestand. Dus alle leden al die erin zaten. En dan zat ook gewoon, ze geven ook boksles. Dus iets van 100 leden of zo, die komen hier puur voor te boksen. Mooi, joh, dat is wel echt nice, ja. Ziet er goed uit. Nou, ik zal maar eventjes niet gaan slaan, want... Oh, dit... Wow! Dit is nice, zo. Mooi, joh. Daar moet je een soort ritme in krijgen, ja, toch? Dat is best lastig. Ja, dat is wel moeilijk, ja. Ja, ik wou zeggen, ik ga niet op een boksbal keihard lopen slaan, omdat ik heb met mijn polsen... Mooi, joh. Ik doe het eigenlijk met 2 handen. Ja, je moet hem recht houden dan. Ja, het is geen ritme. Eigenlijk moet je een beetje zo. Zo? Ja. En dan een beetje rondjes maken. Rondjes? Zoiets, ja. Mooi, joh. Kan jij het? Jake Paul, je kan dat wel. Probeer jij het dan? Ja, ik kan het ook niet zo goed. En blijkbaar doe ik het ook niet heel goed. Even kijken. Oké. Okay. Oh, shit. Mooi, joh. Maar blijkbaar... Ik kan hem op deze manier, maar blijkbaar moet hij eerst hier tegenaan, dan hier tegenaan en dan moet jij weer slaan. Wow, dus je moet zo met de bal mee. Ja, dus dat is dit en dan... Wow, dat is moeilijk. Dat is nog moeilijker. Hè? En dan nog met 2 handen. En snel. Wow, dat is heel moeilijk. En dan zie je ze ineens die echte botjes. Want blijkbaar hoe ik hem net deed, is niet goed. Dit is niet goed. Oh, maar je moet een YouTube tutorial kijken. Lijkt wel leuk hoor, om even wat meer te gaan doen qua los van sporten, gewoon meer boksen ofzo. Misschien is dat ik ga gewoon dit doen.
zo dansen. Ja, nice. Zou je dat doen, zeg maar, zo'n soort dat Jake Paul niet doet? Nee, ik zou dat niet kunnen hoor, dat boksen en zo. Nee. Maar dit was een beetje mijn fout wat ik deed laatst. En dat zou ik jullie ook dus nooit adviseren. Als je dit ziet, dan ben je al meteen zo uitgenodigd van... Oh, ik ga vet hard trappen en slaan. Maar ik ging zo hard slaan, dat ja, dat ging niet helemaal goed. Maar dit is wel dik hoor, dit is echt een mooi plekje zo. Ik ook gaan het zo maken. Zijn we nu mee bezig? Oh, en dan helemaal met je eigen merken, zakken en zo. Ja, en ook wat sponsors. Dus hier zie je, ja. Dat is wel nice. Geen sponsor. Knolpower. Ja, wel je sponsor. Knolpower. Dat is wel tof hoor. Dit vind ik wel leuk, ja. Misschien moet ik me daar iets meer in verdiepen. In iets van groepslessen of zo. Want nu doe ik zeg maar sporten en best wel privé sporten. Ook met een personal trainer, met Pim. En dan sport ik met Myron of met vrienden. Maar misschien moet ik gewoon een keertje een sport pakken waarmee je gewoon in een team zit weer of zo. Ik weet niet of jullie die ene TikTok kennen. Waarin, daar heb je zo'n soort aap of zo. En die is helemaal zacht. En die gooit hij dan ergens vanaf en dan is hij helemaal plat. Dat doet me heel erg aan dit denken. Omdat deze nu helemaal plat is. Snap je wat ik bedoel? Dus we maken hem eerst even een beetje rond. Kijk, nu is hij een beetje rond. En dan laten we hem zo vallen. Ik heb een vraagje, Kosso. Ja. Ze zeggen wel eens dat... Hey, als je dan... Kijk, wij verschillen qua lichaam, laat ik het zo zeggen. Op mij. En ik ben wat atletischer, denk ik. Jij wordt misschien wat meer houterig, als ik het zo kan zeggen. Ja, mag wel, ja. Touwtje springen, kan je dat? Nee. Jij? We gaan touwtje springen. Ja, ik kan het niet meer. Maar dan blink ik daar nu even in uit. En dan straks gaan we naar beneden, naar de gewichten. En dan blinkt Kosso uit, snap je? Dan hebben we allebei even ons, ons momentje. Oké, dan gaan we dames en heren. Even touwtje springen. Kan je gewoon normaal touwtje springen? Ik kan helemaal niet touwtje springen. Oh nee, gewoon... Ja, misschien één keer. Gewoon normaal. Nee, maar nu doe je dat naar achteren. Oh, oké, naar voren. Dit is moeilijker. Dat kan ik ook niet. Je moet naar voren. Ja. Oké, okay, ja. Ja, dat was één. Gewoon een slag. Draai. Oh, wacht even. Het lukt. Dit in je nek krijgt, kijk dan. Het is gewoon zo'n lijntje, dat kan wel pijn doen. Let's go, Kosso. Ik kan dit doen. Nee, je moet hem gewoon naast jou houden. Je moet eigenlijk alleen zo'n beweging maken, volgens mij. Ja, is dit eigenlijk. Ja. Oké, let's go. Oké, let's go. 1, 2, oké, let's go. Oké, let's go. Kom op, hé, je kan het. Ik wil minimaal, 10, ja 10. Kom op, 1, 2, 3, 4, 5, doorpakken, 6, 7, 8, 9, 10. Let's go, man. Let's go. Ik heb het nooit zoveel gedaan. Let's go. Zeker. Dat is wel fijn, ja. Sommige mensen presteren goed onder druk, sommige juist niet. Ja, dat is nice, hoor. Touwspringen, dat is zo super goed voor je conditie. Dat is echt niet normaal. Ja, het is wel... Je bent kapot, hè? Ja, je voelt het meteen. Ja. Je kijkt ook. En nu nog, als je een beetje zo springt... Oh. Twee keer. Oh. Ik kan hem uiteindelijk niet meer. Kijk, zo. Bij mij ziet het er ook niet clean uit hoor. Ik heb ook mijn zakken helemaal vol zitten. Oké, eerst het ritme. Gewoon 1-1 en dan hoger springen en tatap. Dan twee keer. Is die nog leuk vandaag? Wow, yo, dat is wel heel ziek hoor. 1-1-1. Zaza. Ja, dat is wel echt moeilijk hoor. Je krijgt hem in je nek dan, hè? Oh, bijna. Oké, nog even oefenen. Maar ik heb wel eens mensen gezien en die doen touwtspringen. Ja, echt, misschien wel 3 keer. Misschien wel 4 keer eromheen. Dat is niet normaal. Het is wel echt super leuk om te doen. En het is voor je conditie echt heel goed. Ik bedoel, check hoe buiten adem we nu al zijn. Dat is niet goed hoor. Maar naar achter is veel moeilijker trouwens. Zo, dan gaan we naar beneden lopen, dames en heren. Ik ben wel heel erg benieuwd hoor, dames en heren, wat Kosso zo doet in de gym, eerlijk gezegd. Maar hier zijn we dan. Genoeg apparaten, zoals je kan zien. Kosso die had het wel over dat hij het een en ander wilde veranderen en opknappen en zo. Maar wat doe jij? Je komt in de gym en dan? Dan ga je niet meteen poseren, toch? Ah, nee, dat doe ik bijna nooit meer. Oh. Het is alleen voor een wedstrijd, zeg maar. Oké, dus meestal, wat doe je nu dan? Nee, meestal heb ik gewoon een split, een trainingsschema. Dus borst met biceps, rug met triceps, schouder.
schouders, met buik, benen. Ja, je doet nooit full body workout of zo? Nee, bijna niet. Maar dat kunnen we vandaag wel doen, omdat ik alles al heb gehad deze week. Ja, want dat is dus wat ik eigenlijk altijd doe als ik naar de sportschool ga met Pim. Dan doen we eigenlijk altijd full body workout, dus doen we alles in één keer. Ja. Maar neem me mee, laten we full body doen. Doen we alles één keer, een oefening of zo? Ja, is goed. Let's go. Oké, cool. Doe hetzelfde als jij doet. Oké, Koso is bezig. Warming up. Warming up. Keurig. Oké, daar gaan we, Albert. Let's go. Je hebt 60 kilo erop. 60 kilo is dit in totaal. Ja, je deed er 50 op, ik heb het even veranderd naar 60. Ja, ik deed kleine schijfjes, maar goed, we doen 60 kilo, daar gaan we. Wat is jouw PR trouwens, bankdrukken? Dat komt je al zo opschepperig over. Nee, ik vraag het, hè. Je zegt het niet uit jezelf. Ik heb ooit 100, tenminste voor de zomervakantie heb ik 170 gedaan. Dat is volgens mij wel echt mijn max, maar dan wel echt gewoon één keer. Ja, één rep. Ja, precies. 170, maar ik denk nu dat ik weer op 150, 160 misschien net. Sick hoor. Ja, maar ik train wel al 15 jaar of zo, 16 jaar. Ja, sommige mensen zeggen juist tegen mij van, oh, ik had verwacht dat jij meer doet. Ja, omdat je zo lang bezig bent. Maar ik ben nooit bezig geweest met zwaar tillen, maar altijd met een goed fysiek krijgen. Ja. Dat zijn twee verschillende werelden. Je hebt echt powerlifting, dat is gewoon hoe zwaar mogelijk je kan. En je hebt bodybuilding, dat is gewoon een mooi fysiek krijgen. Ja. Helemaal niks te maken met hoeveel je drukt of zo. Nee. Oké, moet ik deze nu doen? Ja toch, let's go. Ja, is cool. Keer, moet lukken. Hoe vaak moet ik van jou? Ja, als je 15 keer 40 had, dan moet dit 10 keer zeker lukken. 10 keer? Ja, het moet zeker lukken. En dan druk ik 600 kilo in totaal. Was het maar zo, ja. Zo werkt het in mijn hoofd. Eigenlijk toch, even serieus, eigenlijk toch best wel lijp. Stel voor je zou zeg maar, alles wat jij bankdrukt, je zou het bij elkaar optellen. Ja. Dan heb je een soort van bijvoorbeeld 3000 kilo wat je hebt gedrukt. Dat klopt dan wel, maar alleen los van elkaar. Dus in totaal heb jij 3000 kilo omhoog gehad. Ja, maar dan in delen. Ja, ik denk niet dat je het zo kan zien. Ik denk dat je gewoon, nu duw je zeg maar. In mijn hoofd werkt dat wel zo. Nu duw je bijvoorbeeld gewoon 10 keer 60 kilo omhoog. Nee, 600 kilo. Oké, daar gaan we. 600 kilo. Chill way. Ja. 5. 6. 7. 8. 9. Nog eentje. Nog eentje. Ik moet lachen, ik weet niet waarom. Kom op, nog eentje. Volgens mij had je zelfs nog meer dan 10. Ik kan gewoon een slap lachen, joh. Oké, dit was wel mijn max. Voor mijn pols merk ik dat dit mijn max is. Ja. Van die bandjes. Oh nee, is goed hoor. Ik ga jou wel zien doen. Jij moet ook nog, hè? Ja. Okay. Jij doet meer erop, toch? Ja, zal ik 100 doen? Ja, 100. Vind ik goeie. 100. En dan ga je dat 10 keer doen? Dat is 1000, hè? Let's go. Kost op bankdruk 1000 kilo. Daar gaan we. Doe nou niet alsof het zo zwaar is. Ah, shit. Wat doe je? Help. Nee, jij zit te kutten, jongens. Ik dacht al. Waar is Frans Bauer? Waar is Bananensplit? Come on. Let's go. 10. Oh, je bent al meer aan het doen. 1600 of niet? Ah, dat moet man. Had je hem 16 keer? Ja. 1600 kilo. Maar normaal kan ik hem denk ik al 20 keer. Nu ben je aan het opscheppen. Het is wel nice om te zien hoor, 100 kilo is echt sick. Ik denk dat dat wel een mooie doelstelling ook kan zijn voor mij, om ooit 100 kilo te bankdrukken. Hoeveel had je net? Ja, ik weeg nu 86 kilo. Zullen we het één keer proberen? Dat is goed. Maar 80 kilo. Dat zou wel lukken. Oké, is goed. Ik laat me toch ompraten. Ja, 80 kilo. Gaan proberen. Dit is mooi, zeker. Ik schok gewoon. Als je naar beneden gaat, ademhalen. Ademhalen, push. Makkelijk. Ik laat me niet ompraten verder, joh. Ik ben klaar. Nee, ik ben klaar. We gaan niet voor die 90. We gaan voor een slim geweten. Nee, ik ben klaar. Oké, Koso, we gaan drie oefeningen doen. Ja. We gaan de rug doen. Rug. Wil je de oefening één voor één laten zien? Ja. Eén keer, één rep. Eén rep gewoon. Rug. Rug. Gaan we voor ons kind doen. Eén. Boom, dat is rug. Dat is rug.
terug. Oké. Okay. Dan lopen we naar deze. Doen een tricep. Boom. Tricep. Natuurlijk wel vaker straks. Dan pak je deze. En dan de bicep. Dan pak ik ook nog biceps. Boom. Dan hebben we borst gehad, rug gehad, biceps, triceps. Dan hebben we toch wel iets gedaan. Ja, toch hebben we iets. Beter iets dan niets. Beter iets dan niets. Oké, okay, is goed. Nou, daar gaan we voor. Let's go. Let's go. Nou, dat is, waarom is dat zo met sporten? Waarom is dat zo met sporten, mensen? Dat als je geen zin hebt, maar je gaat en je bent er, dat je dan wel in één keer zoiets hebt van wow, dit is nice. Ja. Dit is zo typisch. Dit gebeurt er dus als je Enzo 2 minuten alleen laat in de gym. Mensen onderschatten dit. Ik zeg je heel eerlijk, hij ziet er wel gewoon goed uit. Ah, hij is zwaar, jongen. Het is alleen dat je geen ondersteuning in je rug of zo hebt. Dat is juist de oefening. Dat je leert zonder ondersteuning te trainen. Personal trainer Enzo Knol. Personal trainer bij Enzo Knol. Nee, wat ik zojuist heb gedaan, dat was niet best. Maar het zag er wel leuk uit. Het voelde wel goed. Weet je wat ik zo satisfying vind? Als ik jou die oefening zie doen. Hoe dit wieltje zo elke keer perfect over dat lijntje gaat. Kijk dan. Hoe fijn is dit? Old school shit, real ja. Steel, real deal. Kijk dan, zo nice is dit. Weet je wat ik zo satisfying vind? Nou? Hoe die pizza heeft zo opgepompt. Ja. Oké, okay, als de editor daar zo'n spannend, sexy muziekje onder zet, dan hebben we hem te pakken, mensen. Dan hebben we hem te pakken. Wat doe je hiermee? Ik heb dit nog nooit gezien. Nou, dat zet je op je nek. Je lult uit je nek. Je lult uit je nek. Ik denk misschien geloof je het. Nee. Dat is gewoon triceps, man. Oh echt? Ja. Oh, ik heb zo'n stang nog nooit gezien. Ja, we hebben verschillende. Heb je mijn wapenkamer gezien hier? Wapenkamer? Ja, maar nee. Niet zoals in Kosovo. Ik sta. Ah, wow, joh, dat ziet er wel vet uit. Attachment. Of noem je dat? Ja, attachments voor je wapen. Maar dan voor de sportschool. Ik heb het nog helemaal niet gezien, joh. Dus je kan elke dag iets anders maken. Ik zie het al, allemaal verschillende dingen. Nice. Goeie, man. Ja, toevallig heeft iemand hier bij, dus... Meestal ben ik te lui om iets anders te pakken. Ja, snap ik. Oké, gek. Chickies! Hallo! Wat hebben jullie gedaan? We beginnen net met de zwaarste oefening. Ja, dan moet je eigenlijk daar zo aankijken. Ja. Ik was zo. Jij ook hier lekker aan het trainen. Stel je voor, je bent deze aan het doen en ineens komt iemand tegenover jou zo. Ja! En dan weet je gewoon. Oh, je pols. Oh, wow, joh, is gevaarlijk deze. Pols. Je moet zo'n bordje met pas op gevaarlijk. Maar inderdaad, hey schatje. Hoi. Hey, ben jij hier? Hoi joh. Hey, weet je wat echt ziek is? Precies wat Albert zegt. Stel voor je bent dit aan het doen en iemand gaat tegenover je staan. En die zegt zo, hey, hoe was jouw dag? Ja, dat is echt super vreemd eigenlijk. Ja. Nice hoor, je hebt haren gewoon helemaal stijl. Zo zie ik je niet vaak. Helemaal een beetje gefeund. Ze heeft helemaal gefeund. Ja, dat is mooi geworden. Ja, dat is nice hoor. Wauw. Ongelooflijk. Ja, die van jou zijn ook mooi dan natuurlijk. Echt mooi. Ja, is ook mooi geworden. Nice hoor. Wauw. Maar wanneer kwam Myron binnen? Haha. Moet mijn haar vast doen? Oh, jij bent een schat. Nee, ik vind... Nee, dat was een compliment. Hé, hey, Myron. Ah, dus snap ik het pas. Ik zei, supermooi als je haren op hebt, dus moet je echt vaak doen. Want ik zei ook tegen haar, ik zei, altijd met een knot. Ja, altijd met een knot, ja. Altijd zo, ja. Ja, dit is zo, ja. Dit is Myron. Dit is Myron, ja. En dan los in één keer. Hey. Ja, is wel mooi hoor. Is heel mooi, schatje. Dankjewel. Ben je trots op me? Ik heb gesport. Ja, hebben jullie lang gesport? Ik heb hem hier naartoe gesleept met moeite. Hij stopte eerst nog bij een ijssalon. Ja. Onderweg naar de gym. Eerst even koffietje gedronken, ijsje gegeten. Hij probeerde continu om niet hier te komen. We zijn herenigd. Zo, ja, we zijn herenigd. We zijn met z'n vieren bij elkaar. Waar gaat de reis naartoe? Kosovo? De bergen. Rugova. Ja. Maar hier kunnen we de Kouberg oplopen, toch? Ja, is het niet zo dat we daar hebben gemountainbiked? Ja, ook. En dat ik over die sloot probeerde te springen met de fiets? Ja. Oh my god. Ik probeerde over de sloot te springen met de fiets. En dat ging echt compleet fout. Kijk maar. Maar we gaan nu dus naar Valkenburg en dan gaan we eventjes daar even uit eten, toch? Ja. Yes. Ja. Gaan we lekker eten. Lekker. Nice. Gaan we doen. Ja, Valkenburg is echt toeristisch ook. Ja. Ja, toch? Het is echt anders dan de rest van Nederland. Nou, ben benieuwd. En ik heb gehoord dat de vrouwtjes betalen vandaag. Nou, is goed. Ik heb jouw kaart in ieder geval.
Oh, perfect antwoord. Perfect. Ongelooflijk. 13 uur gereden, maar dan in één keer ben je in Italië. Kijk dan. Is goed, gaan we daarheen? Als we naar casa gaan, dan zijn we meteen al daar. Maar dat maakt niet uit, ik heb best wel trek. Oké, dus wat is de kortste route voor eten? Ja, je hebt trek, hè? Dorst. Ik heb een beetje hoofdpijn. Ik heb echt weinig gedronken. Dorst, heb je zin in een druppeltje water? Ja, ik heb dorst. Zin in een druppeltje water? Nee, bro. Ik ga je tackelen. Ik ga je pootje haken. Nu is je weer tegengebroken. Hey, shout-out naar onze lieve barman. Oh, 60 jaar. Gefeliciteerd, man. Dat is wel mooi voor een shot. Wow, inderdaad. Goed om je heen kijken, Enzo. Dames en heren, dit is het shot wat je moet hebben. Boom. Wauw. En willen jullie weten wat het is? Het is Kaloetje. Kom hard op die bieten en een poepje. Nee, willen jullie weten wat het is? Kijk. Boom. It's a vibe, it's a vibe. Gang, gang. It's a vibe. Yeah, yeah. Beautiful people in Valkenburg. Goeie pomp? Oh my god, alweer een vliegtuig. Ik ben vliegtuigspotter geworden, mensen. Kijk. Jong, zo ziek. Kijk dan, wat hij achterlaat, hè. Hele lange, dikke scheet. Wauw, kijk waar we zijn. Ik begrijp er helemaal niks van. We komen net uit dit straatje hier zo. En er was helemaal niemand. En in één keer, kijk dan. Wow, het is in één keer druk. Oké, okay, hier gaan we ergens even eten zoeken. We gaan naar binnen, mensen. We gaan naar binnen. Proost. Leuk, hè? Gezellig, hè? Zo, het was even lastig om hier weg te komen, maar... Oei. Nou, er zijn wel wat fans hier in Valkenburg. Oh, kijk, ze zijn echt schattig. Ja, ze zijn echt veel, hoor. Ja. Echt veel. Je moet ze wel even op die cam zetten. Kijk dan. Ze gaan het helemaal geweldig. Ja, we zijn met iedereen even netjes op de foto geweest. Zoals ik eigenlijk altijd doe, als ik aan het eten ben, als ik in gesprek zit, dan doe ik nooit een foto. Maar als je gewoon netjes geduldig wacht, dan is het geen probleem. En dan maken we een fotootje, dat kan altijd. Oké, goed. Dan gaan we naar jouw gym. Dan zetten we jullie daar af, toch? Want daar hebben jullie de auto. Hey, later, hè? Hoe hard kan je rennen? Niet hard! Niet hard. Pas op voor die bus. Hij is te met zijn eerlijk. Ja, hij is wel eerlijk. Niet hard. Hey, later, hè. Yo. Hey. Hey. Ik ga... Wacht, ik ga oversteken, zegt hij. Ja, zebrapad, man. Shit, ik moet stoppen. Hey, zebrapad, ga lopen dan, jongens. Ga maar lopen. Ja, jongens. Yo, later. En hier weer. Aan die kant ook. Oei. Ciao, bye bye. Zo, dan gaan we weer richting huis, dames en heren. Lekker Zuhause. Zuhause, ik ben heel erg benieuwd hoe lang het rijden is naar huis. En Valkenburg, wow, dat is zo nice. Echt jammer dat Maiwen kwamen wachten. Dat Maiwen een keertje corona kreeg toen we daar op een park zaten in Valkenburg. Waardoor we dus naar huis gingen omdat er corona was. Dus dat was wel heel erg jammer. Maar nu hebben we heel even weer de beauty gezien van Valkenburg. We hebben even lekker hapje gegeten bij La Casa. Dat was echt super nice. Ze hebben daar een pizza taco. Dat is echt een aanrader. Dus laat me weten als je die hebt gekocht. Want die pizza taco die hebben wij. Oh, ik ga met een vol buik naar huis. Dat is niet normaal. Ik ook. Dus dat was heel erg nice. Was super gezellig. En jullie hebben gezien hoe mooi het daar is. Heel gek dat dat in Nederland is eigenlijk. Ja, het voelt heel buitenlands. Het voelt echt heel erg buitenlands. Klopt. Maar dat is juist wel leuk. Heel gezellig. Wow, we hebben een navigatie aan van de auto. Ja, ik dacht even snel. Dat hebben we niet vaak. Eigenlijk koppelen we altijd meteen de telefoon aan de auto. En dan hebben we Apple CarPlay. Dus hebben we Google Maps. Alleen nu hebben we de navigatie van de auto. Maar goed, het is nu 9:58. En we zijn om 11:45 thuis. Bijna 200 kilometer. Nice, was echt super gezellig. Ik heb jou wel gemist. Ja, ik jou ook, schatje. Ja, dat is echt ongelooflijk hoe lang je bij de kapper hebt gezeten. Maar jij bent wel herboren. Ja, zeker. Ongelooflijk, wat zie jij er prachtig uit. Dankjewel. Alsof ik gewoon een tweede vriendin heb. Ongelooflijk. Maar wat heb jij gedaan vandaag? Ja, dan moet je de vlog maar kijken. Kijken, ja, dat zeg ik wel vaker. Oké, is goed. Dames en heren, we gaan lekker naar huis. Zo, dames en heren. We zijn weer lekker thuis. En gaan meteen lekker slapen, want ik ben moe. Ja, nice. Het was wel een lekker dagje zo. Veel in de auto gezeten, veel kilometers gemaakt. Maar het was wel hartstikke gezellig. Volgende keer komen Albert en Dorantina hierheen. Dus het wordt hartstikke gezellig.
Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Check jullie morgen om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.